Petrovic kijkt op zijn klokje en blaast af. Ajax is winnaar van de UEFA Cup. Hier zijn Van der Lem en Van Gaal en Bobby Harems. Hier zijn de spelers. Het feest in Amsterdam kan beginnen. Ik vind dat een van de mooiste cups, ja. Ik vind het eigenlijk een mooie cup als met die oren. Dat was glad en deze is veel kunstzinniger, denk ik. De mooiste prijzen zijn altijd de emotie van mensen. De blijdschap en soms ook het verdriet wat daarbij hoort. Dat maakt, denk ik, sport zo mooi. Dat was wel altijd de mooiste momenten, hè? Zoveel mensen, hè, voor het balkon. Maar het was alweer een tijdje geleden dat er een Europa Cup was gewonnen. Hè? We begonnen met twee relatief makkelijke tegenstanders. Met allemaal clubs van de Jut en Joel competitie. Eigenlijk pas in de halve finale en de finale kregen we echte tegenstanders. Ja, daar hadden we ook heel veel moeite mee om die te verslaan. Dus we hadden heel veel geluk met de loting. De eerste Europese wedstrijd zat Leo Beenhakker nog op de bank natuurlijk, als hoofdtrainer. Dat was Eurebreu thuis. Dik 25 meter is de afstand. En Bergkamp mag uithalen. Van richting. Schip. En nog van de lijn gehaald. Nee, de grensrechter geeft een doelpunt. En Winter krijgt de gelukwensen. Blind. Bergkamp. Met nog 8 minuten officiële speeltijd. Roy. Overname Kreek. En Pettersson heeft. Ik dacht toen op dat moment, Leo die blijft gewoon en ik word misschien zijn assistent, dat werd ik dan ook. Maar ik had helemaal niet in de gaten dat hij naar Real Madrid zou gaan. Ik kan u dus zeggen dat wij absoluut zeer teleurgesteld zijn in de handelswijze van Leo Beenhakker. We voelen ons dus doodgewoon in de steek gelaten. En daar weegt geen afkoopsom tegen op. Ik heb nooit iets geproefd of gehoord in de spelersgroep. Dat ongehoord zou zijn. Integendeel, we gunden dat Leo. We wisten ook dat een gedeelte van zijn hart ook daar lag. En ja, Ajax is Ajax, maar Real Madrid, dat is een different koek. We zouden samen nog 2 jaar oogsten wat we in de eerste 2 jaar hebben proberen op te bouwen. Dat komt er dus ook niet van. Ik geloof niet dat we daar heel lang bij hebben stilgestaan. In die zin dat we het hem gunden. En dat we al snel geconfronteerd werden met de opvolging door Louis. Met alle gevolgen van dien. Ja, dat was voor mij wel mooi. Maar een selectie overnemen, zeg maar midden in het seizoen, is het moeilijkste wat er is. Kijk, natuurlijk, je hebt het moeilijk als de resultaten niet beantwoorden aan de verwachtingen. En dat was natuurlijk in de competitie het geval. Dat seizoen was een strijd op leven en dood voor mij. Want ik werd niet geaccepteerd als de hoofdtrainer. Ja, in principe moest ik mijn plaats verwerven in die voetbalmaatschappij. En ik was een ontslagen, zo werd het bekendgemaakt, maar ik ben zelf weggegaan. Ontslagen trainer bij AZ. En die komt bij Ajax en die traint dan eerst de jeugd, de A1 en het tweede elftal. En die wordt een assistent van Leo Beenhakker. En die wordt dan opeens hoofdtrainer. Nou, dan stel je nog niets voor in de voetbalwereld, kan ik je vertellen. Dat moet je echt verdienen. Maar goed, ik merkte niet in zijn werkwijze, die ik ook moest ervaren, want ik kende hem wel als medespeler, maar niet als trainer. Ik merkte wel in zijn werkwijze dat hij daar heel rigoureus in was. Van hoe hij het zag en hoe hij het wilde doen, daar bleef hij ook bij. Ik had een visie en die visie moest gevolgd worden door iedereen.
vooral op het disciplinaire vlak, op het vlak van ja, dingen samen doen, als een team opereren. Niet alleen op het veld, maar ook daarbuiten op de momenten waar het dan om gaat. Ja, daar heeft hij heel veel aandacht aan besteed. Ik ben een zeer consequente, eerlijke en directe persoon. En dat komt wel eens hard over. Als je dat op die leeftijd al weet voordat je begint, ja, dat is visie. Ik bedoel, dat komt niet vanzelf. Nee, ik had al genoeg ervaring, zeker in communicatie, als leraar lichamelijke opvoeding. Ik was eigenlijk gedurende mijn carrière als voetballer altijd aanvoerder. Je kan wel een mooi plan bedenken en maken. Dat is niet zo heel moeilijk. Maar het gaat om de bewaking van het proces. En de bewaking zit hem in het corrigeren en mensen confronteren met fouten of met gedrag wat afwijkend is. En om dat steeds maar te doen, ja, dan moet je een sterke persoonlijkheid zijn. Nou, dat is die geloof ik wel. Nou, en zo heb ik dat gezien. De UEFA Cup die daar staat, dat was een bevrijding voor mij wat betreft die ontwikkeling. De hoek van de Ajax-bank nu dus Van Gaal, die toekijkt. Het was een van mijn eerste wedstrijden. Nou, toen speelde ik 4-4-2, hè. Waarschijnlijk omdat ik wat verdedigender wilde spelen. Omdat ik in een uitwedstrijd speelde. En ik Eurebroe toch lastig vond. Tuurlijk, het was best rigoureus en een verandering. Een verandering van opvatting. En ik wilde ook kijken hoe de spelers erop zouden reageren. Want Ajax is 1-4-3-3. Nou, en ik had het al met verschillende spelers gecommuniceerd. Dan voel je dat, hè? Eigenlijk hetzelfde als nu bij het Nederlands elftal. Dat ze toch allemaal naar die Hollandse school 1-4-3-3... omdat ze dat met de paplepels zijn ingegoten. Maar dat wil niet zeggen dat dat in de kwaliteit van je selectie een goede keuze is. Er komt een herkansing voor Winter met Jonk en Van Schip. Winter, weggedraaid. En het schot en het doelpunt. Ajax leidt. Het heeft te maken met kijk op voetbal, met visie. Ik heb toen thuis wel gezegd tegen Fernande, mijn vrouw, zal ik mijn visie nu direct toepassen of niet? En toen zei ze ook wat ik dacht. Nee, je moet direct je visie toepassen. Daar moeten ze maar aan wennen. Nou, dat duurde wel heel lang. Maar ze zijn er uiteindelijk wel aan gewend. Maar later is gebleken dat iedere club waar ik kwam, het duurde zeker 3 tot 6 maanden voordat zij dat accepteerden. En dat heeft niet alleen met de visie te maken, maar ook met de directheid waarmee ik coachte. En daar moet je wel tegen kunnen als speler. Daar moet je wel ook mee weten om te gaan. Jurk Schmid, handige voetballer. Paas is ook niet slecht. Rolfstedt is voor. Dat is wel een mooie goal. Maar degene die daar springt, die heeft een slechte timing. En het is onvoorstelbaar Ajax dat bijna 40 minuten domineert. 1. Counter wordt onderdoor gekopt. En dan scoort daar Uwe Schultz. Ze wachten op de donderspeech, geloof ik. Dat is voetbalverstand, hoor! Weten waar die bal komt! 10 kansen hebben we al gehad! En de een is half en de ander is heel! Je moet de oorlog winnen, John! Je moet de oorlog winnen! Iedere keer weer! Iedere keer moet je het duel in gaan!
Ja, de oorlog moet gewonnen worden door John, voornamelijk Van Loen, was in de punt. En nu zijn we te laat! Nu zijn we te laat! 1-0! Als wij slecht speelden, dan zei ik daar wat van. En ik ben een emotionele jongen. En dat hoor je ook in die stem, dat ik heel veel emotie heb. En dan niet die ballen gewoon gaan pompen, hoor. Niet gaan pompen, je moet voetballen. Dik, buitenkant. En daar liggen onze kansen. En niet die ballen van achter naar voren, want dan staat er ook koppers. En ik sprak de spelers daarop aan, maar in de kleedkamer. Het is niet de bedoeling dat de media dat zouden filmen. En dat is in mijn ogen vals. Je hoort daar niet te staan en je hoort dat niet op te nemen. Maar goed, zo werd mijn imago ook nog slechter. Terwijl die dingen die ik zeg, dan gaat het ook nog om wat er verbeterd moet worden. En de spelers spreek ik daarop aan. Maar dat hoort binnen de kleedkamer te blijven. Want in de kleedkamer moet je elkaar kunnen vertellen de waarheid. Je staat 1-0 achter, daar waar je gewoon ruim voor moet staan. Ja, dan moet je als trainer proberen wel die boel weer aan de gang te krijgen. En niet, niet blijven hangen in het feit dat je kansen hebt gemist. Maar weer vooruit. En goed. Kijk, een speech, een donderspeech. Ja, als het op de goede manier komt en op het goede moment, is dat altijd goed. Roodwijs Erfurt ziet u aftrappen. Dat betekent dat we aan de tweede helft zijn begonnen. Geen wijzigingen zo te zien in beide ploegen. Ik had eerder gezegd bij Ajax verwacht dat Van Schip toch op zou duiken. Het is niet het geval. Brian Roy. Wouters. Opnieuw Wouters. Tegen de bal terug van Roy. Doorgetikt. En het doelpunt. En een doelpunt voor Ajax via Wim Jonk. En Ajax komt al heel snel aan die gelijkmaker. We zijn nog geen 30 seconden onderweg. Wim Jonk brengt Ajax op gelijke hoogte. Ja, en nu is er eens ruimte voor Ajax. Pettersson op links Bergkamp. Moet zijn man passeren en doet dat. Bergkamp door de benen schuiven. Die is nog mooier. Bergkamp, goal! Uitstekend afgemaakt, Dennis Bergkamp. Bergkamp was rechter spits onder elkaar. Nou, en dan kom ik. En ik heb een andere visie. Ik heb een kijk op dingen. Dus Dan Petersen was gehaald in die periode. En die voldeed niet. En toen heb ik Bergkamp op 10 gezet. Omdat ik vond dat hij op 10 waarschijnlijk beter was. Maar hij was een geweldenaar op die positie. En scoorde heel veel doelpunten. Had heel veel inzicht. Maar dat had hij ook wel een beetje te danken aan Pettersson. En natuurlijk aan de vleugelspitsen. Ja, het is toch de Bergkamp show. Jong. Bergkamp. Vierde keer alleen op Theo en af. En nu heel subtiel en heel mooi. En zo hoort het ook. Een staande ovatie. Van Schip. Van Loen legt terug voor Bergkamp. 4-0. Van Loen en Bergkamp. Die twee. Dat gaat prima samen. Jong. Fase Bergkamp is goed. Een lop. Ik had een hele goede band, want hij wist dat ik hem op 10 gezet had. Althans, dat neem ik aan. En over het algemeen dan zijn spelers altijd genegen om dat te herinneren. En dan vinden je dan een goede coach. Alleen, ja, ook Dennis Bergkamp moet gewoon zijn taken en functies uitvoeren in een wedstrijd. En ik heb hem een keer gewisseld, volgens mij Willem II uit. En ja, toen was het hommelus. Dan een opmerkelijke wissel bij Ajax. Dat vindt Dennis Bergkamp zelf ook. Hij wordt er door zijn trainer Louis van Gaal afgehaald. Kijkt verbaasd naar verdediger Hansen, die hem aflost. En ik vind dat vreemd.
Want ik probeerde dat wel uit te leggen, maar dat kon gewoon niet. Want hij kon altijd het doelpunt maken. Hij scoorde natuurlijk heel veel. Maar hij kon altijd het doelpunt maken. Ik vind dat niet goed van een speler. Als hij zich boven het belang van het team stelt. Hij ging toen ook weg naar Inter. Met Wim Jonk trouwens. Dat was de discussie toen. Hè, dat een jong trainertje als Louis van Gaal Wim Jong boven Jan Wouters verkoos op die positie. En Jan Wouters naar links moest. En in datzelfde seizoen kreeg ik natuurlijk ook weer problemen met Jan Wouters. Want dat kon niet, dat een jong trainertje hem op een andere plaats zette. En toen ging hij naar Bayern. Dat is allemaal gebeurd in die eerste 2-3 jaren in het proces naar zeg maar wereldkampioen te worden. Alleen de mensen vergeten dat, maar dat gebeurt allemaal. En dat gebeurt in een seizoen met het publiek die om Johan Cruijff schrijft en ik die op de eerste voetstappen in het trainersvak bewandel. Dan heb je Groenendijk die sterk is in de lucht. Blind die voor zijn tegenstander uitkomt, dat is goed. Wouters. Marciano Vink. Bergkamp. Dit is een prachtig doelpunt na een wonderschone combinatie tussen Pettersson en Bergkamp. Wouters. Blind. Het veld is vochtig, bal schiet door. Ja, natuurlijk! Dit bedoel ik nou. Blind. Bal stuitert net voor de keeper. Krijgt daardoor een rare hop. En Diestel is gepasseerd. Van Schip van. Valloen is voor. Kijk of hij die bal komt. Diestel. En het is inderdaad de derde goal van Ajax. Goedemiddag, u spreekt met Louis van Gaal. Weet u de loting al? Osasuna. Nou ja, kijk, Jutte Jul kun je niet zeggen van Osasuna, denk ik. Als je het hebt over een goede competitie, dan is dat Spanje. Ik had het net overgenomen. We hadden wat wedstrijden verloren. Utrecht en PSV en thuis 0-2 verliezen van Vitesse. Dat is niet des Ajax. Er was zo'n situatie in de media en de fans die om Johan Cruijff riepen. Dan dacht ik, nou, zo'n bestuur gaat hij nog achter zijn trainer staan. Maar dat deed dit bestuur onder leiding van Maaike van Praag. Dat was wel een keerpunt in dat seizoen, ja. Bergkamp is mee op rechts. Roy biedt zich niet aan. Bergkamp wel uithalen. Bergkamp. Dat is hem! Dat is hem! 1-0 voor Ajax. Dennis Bergkamp. Prima aanval. Ingeleid door Pettersson. Die wedstrijd Osasuna uit, die we wonnen met 0-1, die we dan ook met 4-2 speelden in een ander systeem, waardoor weer heel veel druk van de media kwam. Ja, dat was wel belangrijk dat we die wonnen. Ik denk dat na Osasuna er meer begrip kwam van hoe ik dacht en hoe ik wilde spelen. Nou ja, maar ik weet niet of de spelers dat zo gezien hebben. Ik weet toch wel dat het een wedstrijd was waar we heel veel energie in gestopt hebben. Die we er ook uitgesleept hebben. Nou, dat is waarschijnlijk wat hij daarmee bedoeld heeft. Dat we als een team gefungeerd hebben die avond. Ik denk dat begrip een proces is. En dat dat proces bij mij altijd langer duurt, omdat ik wel een exceptionele visie, maar ook persoonlijkheid heb om dat over te brengen. Kreek, die Mourinho in de rug blijft. Dat is goed, Bergkamp. Alleen op Roberto af. En Bergkamp scoort. Zo, dat is even lekker voor Ajax. Die wonnen we ook met 1-0, en waardoor we de kwartfinale ingaan. Nou, dan overwinter je, dan heb je weer tijd en dan heb je in ieder geval weer wat rust. Dus dat helpt allemaal wel mee. Thuis in Amsterdam, na een verbanning van 1 jaar van het Europese voetbaltoneel en 3 zogenaamde thuiswedstrijden in het Rijnstadion in Düsseldorf. Ja, dat hadden we ook nog, hè. Dat moeten we ook niet vergeten. Dat we onze eerste 3 thuiswedstrijden ook nog uit moesten spelen. Maar goed, het waren gelukkig tegen Jutte Jul clubs.
Ja, ik vind eigenlijk nog steeds het Olympisch Stadion, dat vond ik fantastisch. Al die Europese wedstrijden met het Bengaalse vuur. En ook de fans waren veel meer begeesterd om ons aan te moedigen, vond ik. Nou, dat was wel geweldig. Van Schip overgekomen van rechts richting eerste paal, waar de Boer staat. En Van Schip een nieuwe kans krijgt. Er komt Pettersson in en daar is de 1-0 van Kreek, denk ik. Het is inderdaad Michel Kreek. Douwen weer. Pettersson. En Michel de Grote die mist. En Bergkamp kan 2-0 scoren. Hij moet 2-0 scoren. Hij scoort 2-0. Dat is Bergkamp. Tjonge, wat een feest. Binnen 10 minuten, 2 goals. Alflen. Bergkamp weer. Kaatsen met Van Loen. En het schot van Jonker, en dat is het dan. Een beauty. Aardige goal. Wimpy Jonker. Een schitterend eind van een wedstrijd die spectaculair begon. En een prachtige apotheose krijgt met deze bal buitenkant rechts van Wim Jong. Dat is gewoon een tiki-taki-goal. Dat kwam door de vele positiespelen die wij hebben getraind eigenlijk. En dat komt dan uit. Wim Jong van 4 die dan even achter de bal meekomt. Ja, dat is wel een uit het schoolboek. Ja. Het spel waar Ajax zo vaak op oefent. Het inspelen, het kaatsen en dan de derde man. Dat is Wim Jong. Pats, boem, en daar staat hij. We hadden een spelersgroep die een mix was van, wat eigenlijk altijd bij Ajax wel het geval is, van veelal zelf opgeleide spelers. Met een aantal aankopen daarbij natuurlijk. Hè. Er waren natuurlijk jongens uit de opleiding zoals Sonny Siloy, Menzo, Frank de Boer, Michel Kreek, Winter, Bergkamp, Roy, nou, Van Schip. Dus het is eigenlijk 2/3 of 3/4 zelf opgeleid. Nou, en een paar spelers die daarbij gekocht waren met Pettersson en Robbie Alflen. Nou, ikzelf dan. En dus ja, dat op zich was dat een goede mix. En ja, een aantal spelers verdienden ook door dat seizoen, dat succesvol was, een transfer. Dat was eigenlijk de start voor Van Gaal om ja, zeg maar te verversen. Waar Overmars volgens mij erbij kwam en nog wat andere nieuwe spelers. En dat was eigenlijk natuurlijk de start naar, ja, weer naar het succes van 95. Hoe groot schat je de kans dat je de finale haalt? 60-40. 60 voor Ajax, 40. Ongelooflijk, hè, dat ik dat ook zo zeg. Ik denk niet dat veel trainers dat zo specifiek zeggen. Ja, die zeggen 50-50 over het algemeen. Niet 60-40. Dus ik was wel positief. Louis van Gaal heeft dus gekozen voor de aanval van Schip, Pettersson, Bergkamp erachter en toch Brian Roy. Maar Van Gaal zegt, ik wil het veld breed houden. Ik wil de Italianen bestrijden met mijn eigen wapens. Het eerste seizoen dat de Italianen dus in de Europa Cup spelen. De 9e wedstrijd pas en ik zei het u al, Ajax is er vrijwel ononderbroken bij geweest. 144e wedstrijd in Europees verband. Genoa in de halve finale, echt ook een, ja, in mijn optiek een legendarische wedstrijd. Genoa wat een ronde daarvoor Liverpool had uitgeschakeld, dus geen koekenbakkers. In die tijd was het Italiaanse voetbal het voorbeeld. Het is niet het grootste Italiaanse voetbalstadion, Luigi Ferraris, maar wel een van de mooiste, denk ik. Alflen, Winter en Blind. Alphen, die nog maar weinig wedstrijden speelde in Ajax als gevolg van blessures. Van Schip zoekt Branco zijn tegenstander op. Die krijgt hulp van Onorati. En daar is de kopbal van Pettersson en de goal van Ajax, zegt. Kijk, dit is Johnny van Schip, hè. Gouden voorzet. Die had hij. Je hebt ook rechte spitsen die wel vaardig en snel zijn, maar die
geen overzicht hebben. En ook geen traptechniek. En dat had Johnny van het Schip wel, hoor. Wat een ongelooflijk goed begin van de Amsterdammers. Zo'n prachtig afdraaiende van Schip voorzet. Een mooier begin had Ajax zich niet kunnen wensen. Blind. Pettersson goed aangenomen. Moeilijke positie. 2-0 of niet? Hij wordt niet gegeven. Nu zit hij er wel in. Brian Roy. 2-0 voor Ajax. Jongen, jongen. Ruotolo, nu van de andere kant. Met een onverwacht schot. Menzel, en dan is hij nog binnen. Aguilera. Ja, je moet blijven oppassen. Je moet scherp blijven in de wedstrijd. En dat deed Ajax even niet. Caricola, de stopper, die niet meer aan verdedigen denkt. Aguilera met een mooie bal. 2-2 of niet? Menzel, hij zit erin. Het is 2-2. Hij wordt gegeven. En weer is het Carlos Aguilera. Luigi Ferrari staat in brand. Bergkamp heeft nog niet zoveel laten zien en zou dus nog een aardige toegift kunnen hebben. Of is het Winter? Het is Aaron Winter! Goeiedag zeg, wat een schitterende partij voetbal met een ontknoping. Ja, dat zou Alfred Hitchcock niet kunnen bedenken. Aaron Winter, aardige goal ook zeg. Ook een teamspeler bij uitstek. Fantastisch. Zo gaat Ajax hier toch nog winnen. Met Bergkamp die natuurlijk het gat ziet. Winter die het induikt. En een technisch hele, hele bekwame goal. Over Braglia heen. Chapeau. En als je dan een Italiaanse club verslaat, ja, dan is het wat anders dan dat je Rood-Wijs Erfurt of Agent verslaat. Ja, dat gaf wel aanzien. Maar dat was ook de tweede helft van het seizoen. En toen hadden de spelers mij al geaccepteerd. En dan kunnen de spelers ook dichter bij hun kwaliteit blijven, omdat ze op hun beste positie spelen. Want dat was toen wel duidelijk. In Italië was het ineens twee keer achter elkaar raken. En hier is het in één keer raken, althans de eerste keer voor rust, Iorio toch. Dat is toch een pijnlijk moment. Jonk. Jonk goed geschoten. Bergkamp, hij zit. En dan zorgt Ajax voor de eigen vreugde. En dat betekent dat Ajax doorgaat naar de finale. Louis van Gaal, winnende coaches. En dat deze ploeg prima heeft gevoetbald. In de finale dan natuurlijk Torino. En een pikant detail daarbij is dat Torino in de halve finale Real Madrid uitschakelde. Real Madrid van Leo. Dus ja, eigenlijk stond Ajax Real Madrid met Louis van Gaal bij Ajax op de bank en Leo Beenhakker bij Real Madrid op de rol als finale. Alleen dat liep even anders en het werd Torino met alles erop en eraan. Ik denk als je zo'n ambiance hebt dat je niet slecht gaat spelen. Maar de druk moet toch ook groot zijn? Ik denk dat onze spelers overtuigd zijn van hun kwaliteiten en vol vertrouwen deze wedstrijd gaan spelen. Nou, dat zegt genoeg ook, hè? Zo'n trainer zo over zijn spelers praat. Dat was een grote verandering. In het begin heb ik dat zeker nooit zo durven uitspreken. En dan gaat het nu om een finale wedstrijd. Pettersson. Benedetti. Lentini. Goed van de bal gezet door de Boer. Jonk. Komt daar dat schot van Jonk? Ja! Ja! Dat komt zeker dat schot van Wim Jonk. En Mark Gianni, die had daar nooit op gerekend. Het is 1-0 voor Ajax. Na 14 minuten en 15 seconden. Wim Jonk. Moesie wordt niet aangepakt. Nu door Blind. Schifo met rechts. Menzo los 1-1. Casagrande. Het hing natuurlijk al een tijdje in de lucht, die goal. En nu is hij gevallen. Doelpuntenmaker Walter Casagrande. 18e minuut, tweede helft.
En hier komt Casagrande weer. En Menzo. Goeie redding nu. En hier een kans voor Bergkamp. Bergkamp. Penalty. Ja, het is een penalty. Hij gaat erop. Hij gaat erop. Nou zeg, daar staat Ajax toch bijna een half uur alweer onder een enorme druk in de tweede helft. En het wachten leek op het tweede Turijnse doelpunt. Nu kan Ajax op 2-1 komen. In de 30ste minuut van de tweede helft. En dan zou je toch zo zeggen, dan is die cup al bijna op het Leidseplein. Pettersson. Ja! Ja, ja, ja! Dat was een echte Van Gaalspitse, Pettersson. Altijd aanspeelbaar. Zag altijd de tweede en derde man. Ging altijd eerste paal. Onbaatzuchtig. Daarom heb Dennis Bergkamp zoveel doelpunten kunnen maken. Casagrande. Casagrande. Casagrande, 2-2. Ajax speelt 2-2, een resultaat waar het vooraf ongetwijfeld voor getekend zou hebben. Die twee goals uitgescoord door Jonk na 14 minuten. En Pettersson vanaf de penaltystip, een kwartier voor tijd, zijn natuurlijk goud waard. Ja, mooi dat die fans zo lang bleven zitten. Dat was meer vanwege de Italiaanse politie dan dat ze voor ons bleven zitten. Maar toen we dat hoorden, toen heb ik ze naar buiten gedirigeerd om nog een beetje het verblijf in een stadion aangenaam te maken. Geweldige ambiance, de hele dag al in de stad en nu in het stadion dat rood-wit gekleurd is. Mooie dag, mooie sfeer. Als we hier aankwamen met de bus, je moest dan echt door die hele meute heen. Die stonden daar, duizenden mensen. Ja, dan kreeg je al een kippenvelgevoel voordat je aan je echte voorbereiding in de kleedkamer ging beginnen. En, dus ja, dat helpt allemaal wel mee om een bepaalde scherpte op te roepen, om een bepaalde focus, voor zover die nog niet had, om die nog aan te scherpen. Dus ja, het Olympisch Stadion is mooier als het helemaal gevuld is met mensen die er zin in hebben. En die voor een ongelofelijke sfeer zorgen. Dennis Bergkamp was die wedstrijd ziek. Dat was wel een vechtwedstrijd hoor. En die Italianen zijn daar veel meer geslepen in als dat wij dat kunnen. Martin Baskes. Lentini. Schifo op rechts is vrij. Lentini ziet het. Menzo op tijd. Goed gedaan. Ah, is een goed begin voor Stanley Menzo. Roy. Nou, op de lijn. Oh. Pettersson was dat. Dit was Policano en dit is Casagrande. Lentini. De man dus die 28 miljoen waard is. Casagrande op de paal. Denk je bijna dat Ajax de wedstrijd in zijn greep heeft en meldt Torino zich weer. Ja, maar toen die wedstrijd wel geluk hoor. Want wij waren niet echt beter. Martin Baskes. Gevaarlijk op rechts. Cavero. Niets aan de hand, zegt Petrovic. Daar mag Ajax van geluk spreken. Torino protesteert massaal en Ajax trekt zich daar niets van aan. Blind. Met bij zich Lentini. Winter, op de been geleverd. Jong, nou komt het schot aan Winter. De kans is moeilijk. Niets aan de hand. Jong maakt er 3. En hier Winter met de kans. En Pettersson en Margheggiani. Oh. Benedetti is mee voor, de lange stopper. Maar die krijgt geen kans. Moussi, oh, paal. Daar ontsnapt Ajax, zeg. Schot van Moussi, van richting veranderd. Buiten bereik van Menzo. Op de paal. Jonk. Goeie bal. Winter.
Van Loen is mee op rechts. Als Winter het ziet. Als Winter het ziet. Maar hij zag het niet. Of te laat. Van Loen. Oh. De opwinding grijpt iedereen hier in het Olympisch Stadion naar de keel. Moesie. Het zal toch niet gebeuren. Sordo. Of te laat. Mijn hemel. Daarboven hebben ze ook een rood-wit shirt aan. Dat is dat niet tegen, geloof ik. Als je twee keer op de paal schiet en één keer vol op de lat, ja, dan mag je niet klagen. En, als ik deze momenten zo zie, dan denk ik dat er wel wat angst ook in zat van potverdorie. En dat was ook een beetje tegen onze natuur in, hè, om te verdedigen en ja, min of meer een beetje weggedrukt te worden. Meestal waren wij dominant en hadden we de bal en liepen wel tegen counters op. Maar hier stonden we toch een fase onder druk. In principe denk ik dat je thuis kan winnen als je uit 2-2 speelt. Maar goed, het enige was dat Bergkamp. Maar ze schopte Pettersson er ook uit. En die was ook heel belangrijk voor ons. Pettersson de bal heeft. Nou, die bal een poosje daar houden en vrije trap versieren. Pettersson, die behoorlijk pijn heeft. Ja, die valt ongelukkig. Dus, nou ja, goed, ja, daar zit natuurlijk dan irritatie bij Torino. Omdat die goal dan niet valt. En de klok waarschijnlijk al richting 90 of misschien wel over 90 minuten heen was. Ja, dan gaat Pettersson naar de, ik denk daar. Naar die cornervlak, denk ik. Dan valt Pettersson heel ongelukkig. Waardoor hij ook nog eerst naar het ziekenhuis moet met een schouder uit de kom. En de huldiging pas later kon aansluiten. Maar ja, dat zit allemaal in zo'n wedstrijd. Hè? Dat is de emotie, dat is de irritatie bij Torino op dat moment. De frustratie van de finale te gaan verliezen. En ja, dat hoort er dan eigenlijk allemaal maar bij, denk ik. Fink. Veel te veel. Fusie. Blind. Al vind ik nog steeds, en dat is natuurlijk door een gekleurde bril, absoluut, dat we over twee wedstrijden wel verdiend hadden gewonnen. Want wij hadden in Turijn de kansen op 1-3 en misschien wel meer laten liggen. En daar maakten zij de 2-2. Maar het was natuurlijk ook wel een aardig elftalletje, hè, Torino. Als je die spelers, Martin Vazquez van Real Madrid, Schifo, Casagrande, goede spits. Lentini, die ging later voor 40 miljoen, echt een topbedrag in die tijd, naar AC Milan. Dus ja, dat was gewoon een goed elftal met goede individuele spelers die niet voor niks in de finale waren gekomen. Dus ja, het was een wedstrijd met alles erop en eraan. En als je hem dan uit het vuur kan slepen, ja, dan geeft dat wel een euforisch gevoel. Gegeven was Petrovic, kijkt op zijn klokje en blaast af. Ajax is winnaar van de UEFA Cup. Hier zijn Van der Lem, Van Gaal en Bobby Harems. Hier zijn de spelers. Het feest in Amsterdam kan beginnen. Ajax. Dat Europa Cup 1 al 3 keer won, Europa Cup 2 1 keer won in 87, heeft nu ook de UEFA-beker. Na de 2-2 van Turijn was het vanavond geen eenvoudige klus. Vuurwerk in het Olympisch Stadion. Louis van Gaals naam prijkt in dat rijtje van Rinus Michels, Kovac en Cruijff. Hij is de volgende trainer die erin geslaagd is met Ajax in Europa Cup te winnen. Hij bedankt uitbundig al zijn spelers, maakt daarbij geen onderscheid. Hier heeft hij Winter vast. Hij hoopt hem ongetwijfeld ook volgend jaar nog te kunnen koesteren. Hier Menzo, die goed gespeeld heeft. Nou, de spelers waren in ieder geval wel heel blij. Ja,
dan komt alles eruit natuurlijk. Die hele avond, hè, waar we het voor de poorten van de hel hebben weggesleept. En het hele seizoen, wat natuurlijk in de Eredivisie niet goed verlopen was, maar Europees dan weer wel. En ja, het is een finale en dat is niet vaak weggelegd voor de Nederlandse clubs. Ja, het is ongelooflijk als je daar terugkijkt. 16 spelers in een selectie, eigenlijk niet meer. Aangevuld door jongens uit de jeugd. Ja, en dan gewoon Europees kampioen worden. Dat is wel mooi. Geweldig! We hebben hem binnen en het is niet met... Het is met een beetje geluk gepaard gegaan, maar goed, dat heb je nodig in het voetbal. En het is vaak genoeg andersom geweest, maar we hebben hem binnen. Wijze woorden. Bergkamp was een vaste basisspeler. Nou ja, daar denk je dan aan. We zijn op weg naar het Leidseplein langs Bergkamp gegaan. Ja, die was ziek. En ik vond dat hij dat wel verdiende, want hij was een hele belangrijke speler voor ons. Zo niet de belangrijkste. En Danny Blind was de aanvoerder. En ik was daar ook bij. We zijn daar bij hem langs geweest. Hij woonde nog in het ouderlijk huis in Amsterdam. En het feit dat hij in de buurt woonde, bracht iemand, ik weet niet wie, maar op het... idee om daar eens even te gaan buurten. Kijk, hij was ziek en we kunnen niet met de hele selectie op zijn kamertje komen. Hij was bij zijn ouders thuis toen, hè. Dat moeten we ook allemaal niet vergeten. Nou, ik denk dat het leuk voor hem was. Dennis Bergkamp! Volk dat daar staat, de fans die er staat, moet je natuurlijk een beetje entertainen. Anders is het niet leuk. We tonen de beker aan het publiek. Maar voor mij zijn altijd de mooiste momenten de emotie van de mensen. De blijdschap en soms het verdriet. En dat vind ik altijd veel meer betekenen dan de prijs op zich. Ik realiseer me heel goed dat het door die prijs komt. Want zonder prijs staan we daar niet. En dan zie je de emotie ook niet. Maar ja, wat dat met mensen doet... En, bij hun club, ja, dat raakt me dan altijd wel. Ja. Ik denk dat het wel de mooiste beker is die ik gewonnen heb.